Jazz Orchestra of the Concertgebouw connects through jazz. Ik vind het JOC, het Concertgebouworkest van de Big Bands. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft een heel aparte plaats in het Nederlands muziekbestel. Nou, wat het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heel goed in stand houdt, is de traditie, de jazztraditie van het avontuur. Kijk, het is zo, dit is de eerste groep geweest waar ik een gevoel heb dat ik daar nooit meer mag stoppen. Waarom is cultuur zo belangrijk? Je ziet dus dat cultuur, of het nou muziek is, theater, boeken, beelden, dat die een enorme impact hebben op het gedrag en op de herkenning die mensen hebben. Ik beschouw jazz als het grootste muzikale wonder van de 20e eeuw. Het is achteraf gezien eigenlijk onvoorstelbaar. Een verdrukte bevolkingsgroep in een verre uithoek van de Verenigde Staten ontwikkelt een soort muziek die vervolgens binnen enkele decennia niet alleen de wereld verovert, maar bovendien van de achterbuurten, bordelen, danszalen doorbreekt naar de concertzalen overal ter wereld. En ook daarin is het Jazz Orchestra of the Concertgebouw dus een goed voorbeeld van de wereldwijde scope die de jazz heeft gekregen. Nederland is een land met een lange jazztraditie. Al vanaf halverwege de jaren 30 van de vorige eeuw wordt er op professioneel niveau jazz gespeeld in verschillende orkesten en ensembles van uiteenlopende bezetting. De Ramblers was het eerste dansorkest dat jazz ging spelen, later gevolgd door talloze orkesten, combo's en solisten. Nederlandse jazz werd een internationaal begrip, onder meer door het toedoen van arrangeurs als Jerry van Rooyen, Rob Pronk en Henk Meutgeert. Solisten als Piet Noordijk, Ferdinand Povel en Rita Reis. Componisten als Mischa Mengelberg, Willem Breuker en Louis Anderissen. In het Jazz Orchestra of the Concertgebouw komt deze traditie samen in het beste dat Nederland op jazzgebied te bieden heeft. I'm trying to hold on to this. Just did my gig and I gave it all away. I gave it all away. En ik vind dat te vergelijken met het andere concertgebouworkest, die de mogelijkheid hebben om de klassieke muziek door de eeuwen heen te kunnen reproduceren. Het gaat dus niet aan om alleen maar symfonieorkesten te subsidiëren en te handhaven. Daar moet ook in Nederland een big band cultuur zijn. Er zijn 13 symfonieorkesten, klassieke orkesten, en daar staat één orkest tegenover, en dat is het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, die in staat is de muziek zoals die door de eeuw heen vertolkt is door de diverse grote big bands in de geschiedenis. Binnen jazz is de big band zoiets als de symfonieorkest in de klassieke muziek. En wat dat betreft is het natuurlijk een zeer waardevolle traditie die absoluut moet worden voortgezet. En dit is een ensemble uniek in de wereld met ongelooflijk goede spelers. Waarbij het orkest bestaat uit, noem het maar, de allergrootste muzikanten in onze Nederlandse jazzwereld. Kijk maar wie er allemaal in het JOC zit en ook gezeten heeft. Het is een staalkaart van de Nederlandse muziek. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw heeft een unieke positie in het Nederlandse orkestbestel. Het is de enige big band die in grote zalen speelt en het enige jazzorkest dat naast hedendaagse jazz ook nagenoeg
het volledige bestaande big band repertoire kan uitvoeren. Falling in love with love is falling for me. Daarnaast werkt het orkest samen met vele grote jazzsolisten van deze tijd en heeft het een breed internationaal netwerk. Alle mogelijke componisten, gastsolisten, kunnen met hun eigen idioom, hun eigen inbreng, hun eigen stijl binnen dat orkest een plek vinden. En in al die gevallen ontstaat er dus iets nieuws, iets moois. Toen ik voor het eerst dit orkest hoorde, toen heette het nog niet Jazzorkest van het Concertgebouw, maar New Concert Big Band, als ik me goed herinner. En daar was ik erg van onder de indruk, omdat ze namelijk niet werkte tegen de akoestiek van het Concertgebouw in. En heel, misschien niet heel toevallig, het orkest maakte een afspraak met mij, want die wilde eens een keer een gesprek met me hebben over hun toekomst. Om wat voor reden ook had ik een afspraak met hem gemaakt, samen met Henk Meutgeert en nog een paar mensen. En we hebben toen Martijn Sanders de vraag gesteld: Martijn, hoe krijgen we deze band, die toen nog de New Concert Big Band heette, hoe krijgen we deze band in Carnegie Hall in New York? En toen was hun vraag: hoe komen wij in Carnegie Hall? En toen zei ik: dan moet je je naam veranderen. Toen zei ze: welke naam dan? Toen heb ik gezegd: Jazzorkest van het Concertgebouw. Waarop Martijn precies één seconde nadacht, de kamer uitliep, terugkwam en zei: dan beginnen we met een andere naam. Het orkest heet nu Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En zo is het begonnen. Inmiddels is het orkest zo succesvol geworden dat we uit het BIMHuis zijn gegroeid en naar de zaal zijn gegaan waar we ook onze naam aan ontlenen. Het Concertgebouw. Dus dat wil zeggen dat we in de komende jaren ons gaan richten op grote zaalconcerten. En zo draait het nog steeds en daar ben ik eigenlijk best trots op. Maar nou zorgen dat het orkest ook kan blijven bestaan. Want dat eerste hoofdstuk is geschreven en is afgerond. De continuïteit is nu echt aan de orde. De bezuinigingen van het kabinet Rutte hebben duidelijk gemaakt dat een te grote afhankelijkheid van de overheid voor culturele instellingen grote risico's met zich meebrengt. Ik denk eigenlijk dat je twee bewegingen ziet als het gaat om die terugtrekkende overheid. De ene is dat er enorm veel creativiteit wordt losgemaakt bij allerlei clubs die toch het hoofd boven water willen houden. Bij het jazzorkest van het Concertgebouw is dat natuurlijk helemaal van belang, omdat de overheid zich daar niet een beetje heeft teruggetrokken. De overheid heeft zich helemaal teruggetrokken. Door deze ontwikkelingen heeft de Jazz Orchestra of het Concertgebouw gekozen om geheel in de geest van jazz vrijheid en onafhankelijkheid na te streven. Niet alleen artistieke vrijheid, maar ook financiële onafhankelijkheid. Met jazzbonds wil het orkest zijn band met het publiek in de komende jaren gaan versterken in een nieuwe, wederkerige vorm van crowdfunding. Ja, het orkest is de afgelopen jaren gefinancierd onder andere door een subsidie van de Rijksoverheid. En inmiddels is het orkest op het punt aangekomen dat we onze middelen uit de concerten willen halen. En eigenlijk de publieksbinding als belangrijkste legitimiteit van het orkest zien. Dat is waarin we gaan investeren de komende jaren. De creativiteit, zeker in jazz, het improviseren in jazz, hebben enorme parallellen die ook te maken hebben met het succesvol ondernemen. En nu het JOC die obligaties gaat uitgeven. En ik vind het echt een buitengewoon creatief plan. Want het lijkt wel alsof ze iets gevonden hebben waar iedereen beter van wordt. Ook de particulier die gevraagd wordt op deze manier het orkest te steunen. Jazzbond is eigenlijk een heel eenvoudig product. Het zegt het al, bond. Het is een obligatie. Je leent dus geld aan het orkest. En gedurende de looptijd van die lening krijg je 2,5% rendement. Aardige van die jazzbond is dat hij buiten de vermogensrendementsheffing valt. Dus dat wil zeggen, als je 1000 euro hebt gestoken in het orkest, je krijgt 2,5% rendement, dan is dat ook daadwerkelijk netto rendement. Daarmee verdien je al 1,2% extra rendement ten opzichte van een andere belegging.
Wij wilden, omdat we een gedegen businessmodel willen bouwen, dat een gedegen financiering nodig hebben, willen we wel geld tijdelijk ter beschikking hebben, maar we willen ook de opdracht hebben dat we dat weer terug gaan betalen. En het feit dat men de initiatieven neemt om zonder subsidie toch te kunnen continueren als orkest en daar creativiteit ook naar een andere richting financieel gezien te proberen te verwezenlijken, dat ondersteun ik ten zeerste. En daar wens ik het orkest ook ongelooflijk veel succes mee. En waar ik kan helpen, zal ik het zeker doen. Wij verkopen tickets aan het publiek. En als de zaal vol zit, verdienen we veel. Als de zaal wat leeg is, verdienen we minder. Tweede inkomstenbron is sponsoring. Aan de uitgavenkant is ons businessmodel eigenlijk ook heel eenvoudig. We betalen onze orkestleden per concert een gage. Datzelfde geldt voor onze gastsolisten. Ook het management wordt per concert betaald. Dat betekent dat je eigenlijk kan spreken van een businessmodel met een relatief lager risico. Berekening van het rendement op de Jazzbond. De Stichting Jazz Orchestra of de Concertgebouw heeft evenals de Stichting Vrienden Jazz Orchestra of de Concertgebouw de ANBI-status. Giften aan een ANBI-instelling mogen voor 125% van de inkomstenbelasting afgetrokken worden. Een overheidsregeling gunstig voor schenker en het orkest. Volgens de Belastingdienst mag de houder van de Jazzbond zijn inleg als culturele gift beschouwen, die voor 125% aftrekbaar is. De rentevergoeding is echter geen gift. Het recht op rente moet dus eerst op de inleg in mindering worden gebracht voordat de aftrek wordt berekend. Stel, een investeerder koopt een jazzbond van 1000 euro. Hij krijgt dan gedurende 5 jaar 2,5% rente, ofwel 5 maal 25 euro is 125 euro. Hij berekent zijn aftrek als volgt. Inleg jazzbond 1000 euro. Af rentevordering 5 maal 25 euro. 125 euro. Culturele gift, 875 euro. Multiplier, 0,25 maal 8,75, afgerond 215 euro. Aftrekbaar, afgerond 1090 euro. Bij een tarief van 52% levert deze aftrekpost van 1090 euro een belastingvoordeel op van afgerond 570 euro. De investeerder heeft 1000 euro ingelegd, maar krijgt 570 euro terug. Zijn netto-inleg bedraagt dus 430 euro. Over deze netto-investering van 430 euro ontvangt hij 25 euro rente per jaar. Dat is 5,7% effectief rendement. She takes me high, oh so high, to make me fly again and again and again, yeah! Hi, mijn naam is Ruben Heijn en ik ben groot fan van het jazzorkest van het Concertgebouw. Het jazzorkest van het Concertgebouw is een big band die zeker niet mag missen uit het culturele beeld van Nederland. Het is mijns inziens een van de beste big bands in Europa, die naast het feit dat ze heel erg divers zijn, juist ook heel goed in de traditie kunnen spelen. En de traditie die langzaam stiekem toch een beetje weg aan het vallen is. Dat moeten we behouden. Dus ik hoop dat jullie het jazzorkest van het Concertgebouw steunen. En dan zal ik dat ook doen. En de impact die het heeft op zo verschrikkelijk veel mensen. En de liefde en de excellence die spreekt uit datgene wat ze op het podium neerzetten. Ja, dat is natuurlijk de reden dat ik ook deze activiteiten van het jazzorkest volmondig steun. Enorme inzet tonen, enthousiasme hebben, innovatief zijn, creatief zijn en dat overbrengen op andere mensen. Zodat je daardoor zowel met de mensen met wie je werkt als met derden succes verwezenlijkt. Als het allemaal afgelopen is en we kijken over 50 jaar verder, dan zal er over geschreven worden als een heel bijzonder orkest met fantastische muziek.
U moet ervoor gaan, anders lukt het dan. Jan Duiker, Ben Boeren.